Wie is daar? Is dat tante Eline? Met de rebel. Jee, we gaan zo voor je zingen. Oh, dat vindt Alexis leuk. Nou, ik heb dus even overleg gehad en mijn zusje uitgenodigd om even hier thuis gezellig te komen oppassen. En ook, aangezien ze toch Rebel uit moet laten, dit gezellig samen met Alexis te doen. Want wij zijn genezen, dus wij kunnen weer mensen ontvangen en zien. Nou, Eline die heeft nog geen symptomen nergens van, dus die is de dans tot nu toe nog ontsprongen. Maar goed, die heeft natuurlijk een hondje, dus die moet sowieso naar buiten om Rebel uit te laten. En aangezien Eline jarig is geweest, vond ik het wel heel gezellig om haar eventjes te zien. Dus zij is net thuisgekomen, ze is nu even haar auto aan het parkeren. En, en Rebel en Alexis die wachten hier braaf de deur tot tante Eline er weer is. En dan gaan we even een gezellig stukje taart eten samen. En dan kleed ik Alexis aan en dan gaan ze lekker wandelen. Ja. Nou. Oh, loopt je vriendje weg? Loopt je vriendje weg? Nou, Alexis is helemaal blij. En ik ben ook helemaal blij, Eline. You're helping me so much. Eline die is net gaan wandelen met Alexis en naar de speeltuin geweest. En toen is Alexis na 2 uur lang helemaal uitgeteld, uitgespeeld te zijn, in slaap gevallen. En heeft ze 2 uurtjes geslapen hier zo in de kinderwagen. Dus ik heb echt heel veel werk kunnen doen. Super fijn. En Alexis die is heel blij dat Rebel er nog steeds is. Nou, en Nick die is nu aan het werk en die gaat daarna de kindjes ophalen. Die mogen we ook eindelijk weer zien. Aangezien we nu hersteld zijn allemaal. Dus het gaat allemaal weer de goede kant op in ieder geval. Alexis, ik denk dat Rebel wel een beetje gek wordt van jou nu. Zo kan hij geen water drinken, hè? Water. Water, ja. De eerste is voor het jarige Jopje. Eet smakelijk. Ja. Kijk eens, Alexis. Zo. Alsjeblieft. Wauw. Wauw. Eet smakelijk. Lekker, Alexis. Mmm. Vinden jullie het lekker? Ja. Heel lekker. Nu is het tijd voor cupcakes. Die gaan we maken voor Nino's verjaardag. We gaan kijken. Hoe gaat ie, Lou? Gaat ze een beetje spelen? Nee. Zal ik je wat vertellen? Ja.
Het was een grapje. Wist het? Ik wist dat het moest. Oh, ik ben zo gemeen. Boze stiefmoeder. Ja, we maken onze eigen varianten. Hier zo komt een blueberry met citroensmaak. En hier komt een pure chocolade met pure chocolade. En nu gaan we ze versieren. Oh, ja, wil je die? Kan ik je nergens mee afleiden? Wil je alleen die? Ja. Ja. Zo lief, leuk, aardig en zo. Gelukkige verjaardag! Happy birthday! Mag blaas maar uit! Mag ik? Ja, je mag. Je mag. Wow! Heb je wel? Nee. Jeetje. Nou, jammer, voor niks. Allemaal voor niks. Mooi. Heb je die voor je zusje gemaakt? Nee, voor mij. Nee, voor jou maak ik er ook nog een. Deze is voor jou. Wow, Alexis denkt echt, wow, dit is mijn lucky day. 1, 2. Nou, ik ga zo meteen voor de eerste keer in 2 weken weer naar buiten. Woehoe. Al is het in de auto, het is toch wel even lekker om het huis uit te zijn. Zo, nou, it's a lazy Sunday. We hebben gisteren dus eventjes de kindjes over de vloer gehad en daarna ben ik ze samen met Nick gaan thuisbrengen. Dus ik ben heel eventjes, al was het in de auto, buiten geweest, op straat. Maar goed, we hebben gelukkig een balkonnetje waar we kunnen zitten. Dus ik ga het er nu maar eventjes gezellig maken. Dit is mijn comfy lookje vandaag. Met deze van een nieuwe collectie en deze chille mom jeans. En oh ja, wacht even, ik heb ook de nieuwe oorbelletjes in. Kijk, nou, en Nick is lekker een soepje aan het maken nu. Ik heb net 101 wasjes gedraaid. Alexis ligt even lekker te slapen. Dus en als ze wakker wordt, gaan we even lunchen. Nou, morgen is er weer tijd voor mijn volgende workout. Maar eerst naar kantoor. Nou, het is 9 uur en normaal is het rond dit tijdstip op maandag natuurlijk gigantisch druk op de Zuidas. En nu rijdt er een enkele auto. Mensen op straat, waar iedereen lijkt een bestemming te hebben. Net als ik. Het is allemaal wel een beetje dubbel hoor, jongens. Jullie weten dat ik normaal altijd mijn vlog of mijn ochtend begin met goedemorgen zonder zorgen. Maar ik krijg de laatste tijd gewoon niet zo goed mijn strot uit. Omdat ik gewoon nu wel zorgen heb, maar om de wereld. En daarom vind ik het gewoon een beetje hypocriet. Ik maak me gewoon zorgen om iedereen. Maar ik ben ondertussen op kantoor. En daar wordt gelukkig hard gewerkt. Mijn parkeerterrein. 1, 2, 3, 4. Er zijn 4 mensen, misschien 5 mensen aan het werk op dit moment. En er wordt een airco geïnstalleerd. En daar is nu genoeg ruimte voor op kantoor. Dus iedereen houdt genoeg afstand. Zodat ook de mensen van de airco die dat moeten installeren op een veilige manier kunnen werken. En ik ben dus de 6e. Nou, op 500, of wat is het, 600 vierkante meter komt dat wel goed. Nou, ik ben weer thuis. Ik zit gezellig naast Alexis. Die is aan het lunchen.
terwijl ze Bing kijkt. En ik heb mijn thuiswerkplek weer ingenomen. Ik ga nog eventjes wat mails wegwerken. En ik heb het nieuws aanstaan, zodat ik alles in de gaten kan houden. Vanavond weer een persconferentie van onze MP, minister-president. Dus ik ben benieuwd waar Rutte mee gaat komen. Even de brievenbus leeggemaakt. En Alexis heeft mooie kaartjes gekregen. Deze. Van opa en oma. Wat staat er op, Alexis? Wat is dit? Mama. Is van opa en oma, hè? Is dat een beer? En wat is dit voor moois? Zo lief. Van mijn besties. Oh. Kijk eens wat mooi, Alexis. Wauw. Ja. Ik stond er dus helemaal klaar voor vanmiddag op het balkon. Want ik heb vandaag een thuiswerkdagje, want ik moest een heleboel e-mails doen. En er wordt natuurlijk gezegd door Rutte, als je thuis kan werken, doe dat dan ook. Dus daar hou ik mij ook aan en mijn team ook. Dus ik was eventjes thuis vandaag. Gewoon hier zo lekker. Vanaf de keukentafel. Dus ik stond klaar vanmiddag om 4 uur. Ik dacht eventjes frisse neusschep op het balkon en even sporten. Maar het is dus helaas gecanceld. Wegens dezelfde reden dat wij dus allemaal binnen blijven. Dat ze nu het niet meer verantwoord vinden om daar met 5 mensen op het dak te staan. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar in principe, ze hebben gelijk. Ik heb niet gesport, maar ik heb wel mijn heerlijke joggingpakje aan vandaag. Lekker comfortabel. En ik heb heel goed nieuws over dit joggingpak. Want op veler verzoek komt hij heel binnenkort weer binnen. Dus waarschijnlijk niet dit weekend. Maar wel heel snel is hij weer. Dus schrijf je vooral in op onze nieuwsbrief. Als er dan iets nieuws binnenkomt, dan ben je een van de eerste die op de hoogte is. Nou, en nu ga ik eventjes samen met Alexis bellen blazen. Bellen blazen, hè? Ja, je houdt alleen heel je potje op zijn kop. Dus alles ligt nu op de grond. Ja. Mama, ga naar kantoor. Wat een geluk, hè? Dat tante Liene kan komen oppassen met Rebel. Bye bye. Nee, jij blijft hier. Wij gaan naar kantoor. Oké, okay, Alexis, mama kus. Mag mama een kus? Alexis? Doei, doei. Doei, doei. Doei. Goedemorgen. Hoe gaat het met iedereen? Ik ben dus weer een dagje onderweg naar kantoor. En het is super mooi weer buiten. En ik hoop dat vandaag de stranden en parken, ondanks mooi weer, een beetje leeg blijven. Ik heb een hoop te doen op kantoor. We hebben namelijk de showroom omgebouwd tot een studio met de huidige lopende collecties. En ik ben van plan om daar een heleboel IGTV video's op te nemen. Ook content voor mijn vlog natuurlijk. Ik heb op mijn stories een vraag gesteld aan jullie. Wat voor video's zouden jullie graag van George VHQ en van mij willen zien? Met wat voor onderwerpen? En daar hebben wij een analyse van gemaakt. En daar gaan we vandaag mee starten. En ik moet zeggen, ik heb daar echt heel veel zin in. Ik lees natuurlijk een heleboel online. Mijn hele managementteam is continu bezig met nadenken over manieren waarop we onszelf opnieuw kunnen uitvinden en nieuwe dingen kunnen doen. We kunnen heel veel leren van andere landen, met name van China, waar natuurlijk de coronacrisis iets op zijn retour is. Men pakt daar het normale leven weer een beetje op en ze maken zich nu dus vooral zorgen om ons, om Europa en hoe wij dat gaan oplossen. Mijn suppliers bij wie de collecties geproduceerd worden, voor een groot deel is dat in Azië, die maken zich echt een beetje zorgen en die denken onwijs mee. En zo konden ze bijvoorbeeld ook een heleboel mondkapjes deze kant op sturen. Het is echt heel fijn dat je na zo'n
jarenlange samenwerking zoveel begrip hebt voor elkaar. Dus ik ben echt heel erg blij met mijn leveranciers. Maar goed, daar hebben mensen in tijden van de coronacrisis best wel wat nieuwe dingen bedacht om, ja, om hun bedrijf gaande te houden. Zo is er een groot warenhuis die al hun medewerkers micro-influencers heeft gemaakt. Het is echt een superleuk artikel wat Helga had gelezen. En ze hebben daarmee hun omzetten hoger gekregen dan dat ze überhaupt normaal zouden draaien. Terwijl dus alles in een lockdown zat. Dus ze hebben een heleboel video's opgenomen met informatie over de producten. Ik geloof dat het vooral op make-up gericht was. Dus met heel veel video's. En deze content delen via in China dus WeChat. En dit heeft echt voor een mega omzet gezorgd. En ik vind dat dus super interessant. Want dat geeft mij dus ook weer hoop dat een heleboel ondernemers, ook hier in Nederland, hetzelfde voorbeeld zouden kunnen volgen. Nou, wij gaan natuurlijk ook daarmee een beetje testen. Dus nog meer informatie geven over de producten. Zodat mensen vanuit huis artikelen kunnen bestellen. En ik hoop daarmee ook weer anderen te inspireren dat ze hetzelfde gaan doen. Hiermee gaan we in ieder geval van start. En ik denk ook dat dat heel goed werkt als je een product nog meer aandacht geeft. En nog meer uitlegt hoe het is ontstaan, hoe je het kan dragen, hoe je het kan stylen. In mijn geval dan, in het geval van mode. Dat dat gewoon heel goed werkt. Dat mensen dan het product wellicht eerder gaan bestellen. Dus daar gaan we vandaag mee van start. Daarnaast heb ik vandaag een design meeting. En ik hoop echt dat op het moment dat deze collectie die ik dus nu aan het ontwerpen ben uitkomt, dat dan de wereld gewoon weer normaal is. Daar wil ik wel vanuit kunnen gaan, zeg maar. Ik weet trouwens niet hoe het met jullie thuis allemaal gaat, maar mijn weave hangt ongeveer op 6:30. En kapsalons die gaan dicht. Dus ik moet nu toch echt zelf mijn haarissues oplossen. Maar gelukkig ben ik creatief. Dit is het resultaat voor vandaag. Ik heb het gewoon in een knotje gedaan. Ja, en ik heb een hotline natuurlijk met Jennifer. Jennifer Hoeven. Die normaal een heleboel mensen kan helpen in de salon. En het laatste wat ik wilde was vorderingen daar op de wachtlijst. Want er zijn nu natuurlijk een heleboel patiënten die ook niet geholpen kunnen worden. En Jennifer die helpt natuurlijk altijd heel goed mensen met echt serieuze haarproblemen. Zoals voor mensen die in chemo zitten. Dus die heb ik allemaal, die krijgen uiteraard voorrang. Met deze situatie blijf ik waarschijnlijk voorlopig eventjes zitten. Maar goed, weet je, als dat mijn grootste zorg is. Mijn haar. Georganiseerde chaos hier. Einde van de dag. Volgens mij heb ik jullie nog niet eens mijn outfitje van vandaag laten zien. En dat is deze. Blouseje met een broek. En ik had vandaag de hele dag deze schoenen aan. Maar die zijn natuurlijk ondertussen uit. Nu gaan we ons klaarmaken om naar bed te gaan. Morgen weer een dag. Slaap lekker allemaal. Goedemorgen. Dit is mijn outfit van vandaag. Alles van Josh V, behalve mijn tas. Het is donderdag en ik ben weer in mijn studio, a.k.a. onze showroom. Dus hier hangt de hele collectie die nu ook in de winkels ligt. En ook nog een stukje collectie wat er straks aan gaat komen van de eerste zomerdrop. Maar deze collectie, daar ga ik nu eventjes wat mooie video's voor opnemen. En ik heb hier ook de collectie van Masha voor Josh V hangen in allemaal verschillende maten. En daar hebben we vanaf vandaag, het is nu donderdag, een hele leuke actie mee. Want Masha en ik hebben eventjes gebeld en overlegd. En wij dachten, het is wel heel erg leuk nu in deze gekke tijden om jullie een kleine korting te geven op deze collectie. Want hij is natuurlijk super comfy. En de stof, die moet je ook echt voelen om te begrijpen hoe lekker dit zit. Zo'n chille
jurk bijvoorbeeld. T-shirt, dress, t-shirt. Dan hebben we natuurlijk de jurk. Ook met een comfortabel elastiekje in de taille. Comfortabele elastieke cuffs. Dus deze hele collectie is zeg maar comfy proof. Dus we hebben besloten om een code aan te maken. En die gaan we zo meteen beide delen op onze stories. Maar aangezien deze vlog vrijdag online komt, hebben we besloten, we doen dit tot en met aanstaande zondag. Kan je met de code GETCOMFY, ik laat hem hier eventjes in beeld komen, kan je 20% korting krijgen op deze hele collectie. Cadeautje van Masha en mij aan jullie. Oké, lieve kijkers, vanuit de George V studio ga ik nu dus even mijn eerste video opnemen. Omdat ik wil laten zien hoe de George V Masha collectie eruit ziet. Ik heb hier een installatie naast de camera gebouwd met mobiele telefoon. En daar gaan we dus een IGTV opnemen. Maar omdat ik dacht, het is ook voor jullie zeer interessant en informatief. Ik ga namelijk de hele George V Masha collectie even aantrekken. En natuurlijk wil ik die extra laten zien. Even jullie helpen reminden hoe leuk die er ook weer uitziet. Want Masha en ik hebben dus gebeld en met elkaar afgesproken dat we deze collectie tot en met zondag aan jullie aan willen bieden met 20% korting. Super leuk natuurlijk. Dus vandaar deze speciale video. Get comfy with me. En dan gaan we dus even de collectie aantrekken. Hey guys, ik ga een houten stijl video voor jullie opnemen. En dat ga ik doen met onze collectie die Masha voor ons heeft ontworpen. De George V by Masha collectie. En ik heb verschillende items van onze lopende collecties daarmee gecombineerd. En die ga ik allemaal even aantrekken, zodat jullie kunnen zien hoe je deze collectie kan dragen. Met de jurk van de collectie. Zo, dit is het jurkje. En hij is heel mooi diep uitgesneden met een elastieke waistband. En ook elastieke cuffs. En je kan hem op verschillende manieren dragen. Ik ga beginnen met deze cowboy boots. En om het boekje af te maken, heb ik hier een superleuke riem in dezelfde kleur als de laarzen. En dit jurkje is natuurlijk ook heel leuk. Voor in de evening met deze schoentjes. Die trek ik ook even aan. Dan ziet het er zo uit. Met een leuk tasje erbij. Alright, en dan ga ik door naar het volgende item. En dat is deze top. En ik trek hem eventjes aan voor jullie. Dit is het topje. Dit is het volgende item.
Hij is natuurlijk super ruim, zoals je kan zien. Hij heeft een heel mooi detail op de mouw hier, de stiksels. Het is een hele mooie luxe afwerking. Het is 100% katoen. En ik vind het leuk om dit shirt zo met een knoopje erin te dragen. Zeker zo boven je hoge broek. En dan met deze stoere boots eronder. Wat ik ook leuk vind is als je het mouwtje vervolgens wat oprolt. Om hem nog stoerder te maken. Zo. Dan is dit de look. En als finishing touch kan je natuurlijk een colbertje eroverheen doen. Ik heb deze uitgezocht. Natuurlijk over de schouders, want het is helemaal fashion. Ik zal hem ook even aantrekken. Lekker een stoere rechte blazer. En dan het laatste item. Dat is deze. Oké. En toen had ik dit lekkere oversized t-shirt dress aan. En je kan zien dat hij echt super ruim en comfy valt. En ik heb hem nu eventjes met een sneakertje aangetrokken. Een ultiem comfy lookje. Maar ik vind hem dus ook heel erg leuk om hem af te stylen met een boot. Zo. En dan gaan we even wat taille creëren. Overheen. En dit waren alle items van de Joshfree Masha collectie. Ik hoop dat jullie het leuk en inspirerend vonden en de hele collectie is nu te shoppen. En met 20% korting als je de code GETCOMFY gebruikt. Bedankt voor het kijken!